De Surinaamse politiebond houdt voet bij stuk dat de operatie Veilig Suriname niet doorgaat. Alvorens de minister van Justitie en Politie zich houdt aan gemaakte afspraken. Milando Atompay, voorzitter van de Surinaamse politiebond, zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat er gisteren een gesprek is geweest met de bewindsman, waarin zij duidelijk maakte dat het onverantwoordelijk is dat agenten zoveel uren moeten werken. Atompay zegt dan ook enorm verrast te zijn wanneer er een persbericht wordt gedeeld waarin staat dat de operatie normaal voortgang vindt. Dat is helemaal niet waar, benadrukt de bondsvoorzitter. Dat wat daar staat klopt niet, dat hebben we niet afgesproken. Wij hebben afgesproken, de minister zegt van er is geld. Ik zeg, minister, waar is dat geld? Ik kan niet zeggen waar het geld is. Wij zeggen van koop de attributen, laten we werken. Dat is de afspraak. Dus de minister gaat zorgen. De minister zegt, hij gaat nu eerst offerte moeten aanvragen en dan administratieve zaken in orde maken, alvorens die attributen te kopen. Dan pas kunnen we werken. Want u, mevrouw Sivera, zou niet om 1 uur morgens langs de openbare weg staan zonder een reflecterende vest, zonder een flashlight, zonder een stoel om te zitten als je moe bent, zonder mond- en neuskap, zonder hand sanitizer, zonder die dingen kunnen we niet meewerken aan extra werkzaamheden. Omdat wat we nu al normaal doen, is al heel veel. De jongens die draaien nu al 12 tot 16 uur per dag. En dat is veel. De bondsvoorzitter zegt verder dat het niet zal werken als alle agenten overwerkt zijn. Het ministerie kan niet verwachten dat de bond het gaat toestaan dat mensen uit 12-urige diensten komen om dan nog extra te gaan werken. Dat is het hele probleem. De minister moet de zaken zeggen zoals de zaken zijn, maar dat is niet zijn geaardheid. Dat kan hij niet, heeft hij nooit gedaan. Daarom lopen de zaken zo. Al 17 maanden zeggen we de minister om mensen op te leiden. Die ligt in zo'n 15 mei naar binnen komen. Heeft die mensen bewust buiten gehouden met de bedoeling dat de mensen niet naar binnen komen om voor Atompay te stemmen bij de bondsverkiezing. En nu zijn er geen mensen. We hebben maar 1800 politiemensen in Suriname. Kunnen we dat daadwerkelijk het politiewerk doen met 1800 mensen? Nee. Terwijl we een kort onderzoek hebben gezien dat we minimaal 3500 mannen moeten hebben. En nu moeten we het zo doen. Laat maar zeggen, ik weet niet van Veilig Suriname. Ik heb gisteren pas een stencil gezien over Veilig Suriname en niet het naar me geappt. Dus ik weet niet hoe Veilig Suriname eruit ziet. Atompay is van mening dat het ronduit beschamend is dat er in een land een operatie op touw wordt gezet genaamd Veilig Suriname. De politie is er om de samenleving veilig te houden. Daarvoor zijn we er, aldus de bondsvoorzitter.